Meneer Lacroix? Felix Lacroix, aangenaam. Hey, wat is dit? Dit is een twike. Een twike is een combinatie van een elektrische auto en een lichtfiets. En deze twike beschikt over een achttal accu's. En hij wordt gewoon gezien als een voertuig waarmee je op de openbare weg mag rijden. Hij heeft een gewoon kenteken en je kunt er 80 tot 90 km per uur met heel veel gemak lekker mee rond rijden. De twike is eigendom van de Stichting Limburg Elektrisch. De Stichting Limburg Elektrisch heeft het doel om 1 miljoen kilometer per uur Limburgse elektrische kilometers te maken, zodat mensen een idee krijgen en ervaring kunnen opdoen met elektrisch rijden. Als je helemaal leeg is, moet je 3 uur in je stopcontact stoppen en daarna kun je weer 80 kilometer lekker rondrijden. Ideaal voor korte ritjes of een leuk uitstapje. Ik ben benieuwd, ik wil graag een ritje maken. Kom erin! Het leuke is, als hij dus hier bedoel ik met versnellen, met de bovenste knop, met de onderste knop, doe ik remmen. En al die remenergie duwt de truck in de accu. Dus dat is regenereren van energie. Ja. Nou, we gaan los, hè. Maar zoals je ziet, hij heeft best wel aardig wat vermogen. En ik durf te wedden dat ik enkele van die kleinere autootjes, die trek ik er gewoon uit. Nou, de bedrijfsauto, of nu is dat, de bedrijfsauto die net achter ons zat, die is in geen veld of wegen meer te bekennen. Ja, met kenteken, hoe is dat geregeld? Is gewoon goedgekeurd door RDW. RDW? Ja. Okay, en het valt dan gewoon onder... Het is gewoon een voertuig. Een voertuig. In dit geval driewielig. Maar hij wordt aan... Hij staat op een kenteken geregistreerd als een automobiel. Oké, okay, meer dan twee wielen eigenlijk. Ja, precies. Zo Felix, komt niet meer naar Rijmerstok? Het wordt moeilijk. Ik heb nog 4 kilometer op de teller staan. Dus wat energieinhoud van de accu betreft. Ik schat in dat we toch minimaal 5 kilometer nodig hebben om richting Rijmerstok terug huiswaarts te keren. Dus ik stel voor dat we hem gaan opladen. Allee. Ik heb alles bij de hand. Nou, het is heel simpel. Elk huis is in principe een tankstation. Want je hoeft hem alleen maar in het dichtstbijzijnde stopcontact te steken. Daar gaat hij. Zo. En dat is het.